vanuit mails die mensen naar onze fractie toe hebben gestuurd, blijkt gewoon dat in heel veel Nijmeegse studentenhuizen er echt sprake is van achterstallig onderhoud. En dat leidt gewoon tot super ongezonde en onveilige leefsituaties. Doorgerotte kozijnen, keukens die blank staan door regenval, paddenstoelen die uit de badkamermuren groeien, zijn een aantal voorbeelden van de schrijnende woonsituaties die de fractie onder ogen kreeg. Er worden altijd grappen over gemaakt van studentenhuizen, daar wil je niet zijn, vies en oud. En eigenlijk is dat helemaal niet grappig, dat kan gewoon niet. In het nieuwe jaar treedt de wet Goed Verhuurderschap in werking, die de gemeente meer mogelijkheden moet bieden om huurders te beschermen tegen misstanden bij het verhuren van woon- of verblijfruimte. De fractie van D66 moedigt studenten aan zich te blijven melden. Dit kan bij Stichting Huurteams in Nijmegen. Wij zijn juist vanuit de gemeente opgericht om studenten bij te staan, laagdrempelig. Met name ook met huurprijzen, maar ook met achterstallig onderhoud. Dat doen we door allereerst zelf te gaan kijken in de huizen. Met de studenten en ook met de verhuurder te praten over een mogelijke oplossing. En als dat niet mogelijk is, wat af en toe wel gebeurt, dan is de stap naar de huurcommissie een tweede. Wat je nog steeds veel ziet is dat studenten maar een tijdelijk huurcontract krijgen in het begin. Dus bijvoorbeeld een contract van een jaar. En dat maakt hen heel onzeker over hun positie als huurder. Zij willen ook geen ruzie gaan maken met de huurbaas of allerlei procedures starten, omdat ze ook bang zijn om eruit gezet te worden. En we hebben ook een wooncrisis, dus het is niet alsof je zomaar een nieuwe kamer vindt. Wij kijken allereerst of dat er een kans is dat ze met een tijdelijk contract uit de kamer kunnen gezet worden. Dan zullen we alles eraan doen om juist de huurder te beschermen, dat hij de kamer niet uit hoeft. Huurteams Nijmegen is te vinden op het bedrijventerrein aan de Groene Straat. Elke woensdagmiddag is er een inloopspreekuur waar je zonder afspraak naartoe kunt.